Studio Brussel Live is music. Volt Bram Willems. Vandaag verschijnt Part of the Weekend Never Dies, de DVD van Soulwax. Maar ik ben in Volt toch vooral benieuwd naar de muzikale ontdekkingen en tips van Stefan en David. Hallo, dag Stefan, dag David. Yo. Hallo. Hallo, ja, we hebben een DJ-boot in de studio gezet, dus we gaan niet te veel leuteren. Stefan, zet maar een plaatje. Volt. Ik moet dus nu zeggen wat het is, hè? Je mag zeggen wat het is. Het is dus de Send In Remix van MC Stuffy, DJ Stuffy. Stuffa. Eerste keer dat jij hem hoort, hè? Wel de 1,5 keer. Want de rest heeft hij even gespeeld. Maar blijkbaar is mijn broer zo hip dat Gerrit Kermans dat al weken in de speelt. In mishmash draait. Er is al iets nieuws. Het is Drums for Parade. Drums are for Parade. Dat is een band uit Gent. Inderdaad, met de ex-drummer van Soulwax, Piet. De gast die we enorm graag zien. En is opgenomen en geproduceerd door Nick van Das Pop. For Parade, is dat een band die ook eens op Radio Soulwax zou kunnen staan? Absoluut. Hij heeft waarschijnlijk al op Soulwax, Radio Soulwax gestaan, want aangezien dat een drummer ervan was, de drummer van Soulwax. Dus, nee, maar ik vraag me dat af. Jullie boeken vaak, of meestal, dance act, maar zouden jullie graag ook eens een echte rock act boeken? Ja, absoluut. Ik denk dat we bijvoorbeeld... Maar het zijn altijd wel bands die op een of andere manier alles een beetje door elkaar mengen ook. Ja. Dus misschien dat voor drums... Maar het zou mij niet verwonderen, moesten we dat wel een keer doen. En toen we echt denken aan een soort oude... Caius meets Nick Oliveri. Absoluut. Een soort shellac. Daar liggen jullie roots ook, hè? Ja, absoluut. Dit is wel van wat cool. En Piet kan dat niet wegsteken. Wat is dit? Dit is Boys Noise. Zijn remix of zijn re-edit van Lady the Peer. En Lady the Peer zijn eigenlijk, denk ik voor Dave en mij, een van de weinige bands die uit de UK komen nu, waar we echt excited over zijn. Oké, we gaan eens luisteren. We'll be right back.
Hallo, welkom terug bij ons. Wat je nu naar luistert is de nieuwe Jape. Jape is een jongen uit Ierland. I was out drinking with two of my oldest pals. One is called Glenn, one is Al. We were at Mastodon. They had just covered a song by a band you might know, Thin Lizzy. Before the end of the song, I got a text on my phone. It was about the moon. It said it's ending soon. So I grabbed my friend Al and said, let's check it out. This kind of shit doesn't happen too often. Oh, and like two giggling boys, we went outside from the gig. When we saw what we saw, we were so glad that we did. 'Cause there right in the sky was a half-covered moon. And all the rockers around us were saying, look at the fucking moon. I took a breath in my lungs. The band still playing a song by a man who is from the same place that I'm from. Even though he was tough, you could tell he was kind. And when he took the stage, he owned it. And now right in the sky was his half-opened eye. He's still winking at girls in the front row. And I was thinking, I feel him with me. And I was thinking, I'll raise a whiskey up. And I was thinking, one day I will be a dead man who plays the bass from Crumlin. A dead man who plays the bass from Dublin. Like Phil, 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 Leonard, Leonard, Leonard. Okay, dus dat was Phil Leonard. Het gaat over Thin Lizzy. Het gaat over Phil Lynott, van de zanger slash bassist van Thin Lizzy. Ja. De groep is Jape uit Dublin en Phil Lynott was ook uit Dublin. Het is een ode aan... Wat is niet echt een ode aan Thin Lizzy, komt gewoon ervan voor. En nu is mijn broer, mixmaster DJ Grasprietje, Stefan aan het mixen. En nou, waar gaan we nu? Dus die is OMD. OMD. OMD, in een remix. Ja, OMD, in de re-edit van Greg Wilson. Zeg, ik zag jullie daarnet ook... Of jij zei van, ja, het refrein moet nog komen. Gebeurt dat vaak ook als jullie staan te draaien ergens voor pakweg 100.000 man? Nee, dan gebeurt dat niet. Alleen op, als we aan het draaien zijn voor Studio Brussel blijkbaar. Right. Dus dit is OMD? Ja, in een re-edit van Greg Wilson. Alright. Met een beetje kaftruk eronder. Ze moeten hier nog een beetje over babbelen. Het zijn allemaal vaak heel nieuwe dingen. Ik vroeg me echt af, hoe krijgen jullie die? Sturen mensen dat op naar jullie? Of gaan jullie zelf nog vaak naar de platenwinkel? Stef gaat naar de platenwinkel, ik niet. Is het waar? Dus hij leert jou alle nieuwe dingen kennen? Nee, hè, dat is niet de enige manier. Hij komt ze maar van die platen af die ik al 3 maanden heb. Jij krijgt het digitaal of zo. Voilà. Life is music. Even dat de 80's, of de sound van de 80's voorbij was, maar deze sound is echt meer dan indruk, hè? Ja, absoluut. En ik denk ook dat hetgeen wat we nu horen, de OMD, heel die plaat, die eerste plaat, was geproduceerd door Martin Hannett, eigenlijk de man die ook Joy Division deed, eigenlijk een paar Belgische bands heeft geproduceerd ook. En ja, ik denk dat heel veel van wat Murphy doet met DFA en zo, heel dicht bij ligt bij die dingen allemaal.
Dit is Action Man, die mijn broer draait. En het nummer noemt Zombie Dance. Iets met Zombie Nation of het heeft er niks mee te maken? Het heeft niets met Florian, met Zombie Nation te maken. Het is Zombie Dance, maar het is eigenlijk Hervé onder een andere naam. Alright. En hoe heet het? Action Man, Action Zombie Man. Dance. Dus Hervé met zijn nieuwe zijproject Action Man. En Steffi D mixt nu Endless Boogie. Zijn nieuwe Canadese band, ja, zei inderdaad. Je daarnet. Ja, maar ik ben vergeten hoe je dat nummer noemt. Endless Boogie. Ja, maar nummer. Noemt Move Back. Move Back. Als The Rolling Stones of zoiets? Ja, het klinkt een beetje als The Rolling Stones die echt veel whisky gedronken hebben. Ja, absoluut. Het is dus een band, Endless Boogie, maar ik weet helemaal niet wat ze van zijn. Maar ik heb het op vinyl gevonden. En het is echt, we zaten de laatste afgelopen week zaten we in Ibiza op te nemen. Ja. We hadden een studio gebouwd buiten met een paar vrienden van ons. En die plaat al heel de tijd op en op een of andere manier is het no-brainer. Hebben jullie eigenlijk ooit nog eens iets gehoord van de Stones zelf over de remix die jullie gemaakt hebben? Nee. Nee, blijkbaar. Ze moesten wel de toestemming geven. Dus ze hebben echt moeten naar luisteren om ja of nee te zeggen. Maar ik weet helemaal niet of dat ze het oké vonden. Zou je dat willen? Nee. Weten? Ik heb wel achteraf gehoord dat Robbie Williams onze remix echt niet afkon. Hij vond het echt niet goed. En wat vind je van Robbie Williams' mening? Ja, het is zijn mening, maar we hebben het gemaakt. Het is er, ja. Hij is er en we vinden hem in elk geval wel goed. Zeg, als er één rock'n'roll band is, nu we toch even over die rock'n'roll hebben, die absoluut in de line-up zou moeten staan van een Radio Soulwax. Ja. Ze mogen al dood zijn, ze mogen al gesplit zijn. Wie zou dat dan zijn? Een band die zeker zou moeten staan op Radio Soulwax. Ja. Of je mag er ook drie noemen, als het moeilijk is. Ik denk dat wat ik echt tof zou vinden, moest ooit Human League daar staan. Omdat ik eigenlijk vind dat Human League een van de meest onderschatte synthbands zijn die ooit... zeker voor mij. Voor mij mag Josh Homme in gelijk welke... Gelijkwaardigheid mag daar komen. Kaius Queens of Stone Age. Maar misschien wel tofste zijn is M en een Casio. Just Summer met een Casio. Wat is dit ondertussen? Dave, wat is dat? Dave. Ja? Wat is dat? De nieuwe ZZT. Dit is de nieuwe ZZT. Edit van Arrow. Oké, ik zal uitleggen. ZZT is een Tiga samen met Zombie Nation en Florian. En dit is een nieuwe single. En het is een edit door Arrow. Alright.
Ze maken het vorige nummer dat ze gemaakt hebben, dat was bijna ondansbaar, hè? Maar toch draaiden alle DJ's dat nummer. Ja, ja, dat was absoluut. Ik moet eerlijk zijn, zeker Zombie Nation, Florian, Dave en ik zijn er enorm grote fans van. En, hij is ongelooflijk. Een onderschat je niet. Ja? Wat echt grappig is aan Zombie Nation is, elke keer als ze Kernkraft spelen, als Argent een goal maakt, zingt heel dat stadium. En hij verstaat dat niet. Hij snapt niet dat het een anthem geworden is. Nee. Ik heb met hem al discussie daarover gehad. Hij zei van, maar ik snap dat niet. En ik zei, wat is de max? Dat is crossover, weet dat is. En hij komt daar echt uren over discussiëren. Hij begrijpt dat niet. Dus hij zegt niet cool ook dat het gebeurd is. Dat het een anthem geworden denk dat is. Het gaat niet over die cool. Hij snapt gewoon niet dat mensen op een voetbalmatch naar zijn. Dat is heel bizar. Ondertussen iets anders gestart al? Ja, dit is Pivot. Een plaat die op Warp uitgekomen is ook. Uh-huh. De plaat noemt O Soundtrack of My Heart. En dit nummer is Didn't I Furious. En we vinden dat wel. Ook heel harde tracks. Hè. Als je altijd live moet spelen, elke dag weer opnieuw en telkens op een podium van een podium, heb je dan nooit eens zin in gewoon stilte? Ja. Heb je, want muziek blijven ontdekken, wordt het om duur ook niet een beetje een opgave? Nee, helemaal niet. Ik denk, als het moment dat het een opgave wordt, dan is het helemaal niet meer, dan is het niet meer spontaan. Ik bedoel, al hetgeen dat we nu spelen zijn eigenlijk dingen die we de laatste week of twee gekocht of gevonden of gekregen hebben. Ja. En hey, dit is voor mij het tofste stuk van allemaal, is gewoon muziek opleggen. Eigenlijk zou ik veel minder moeten spreken, want kijk, het is de nieuwe Whitey en ik denk dat Whitey een van de weinige bands is dat we echt al van in het begin supporten en meegenomen hebben op tour. Uh-huh. En de vorige plaat was ongelooflijk en ik kijk heel uit naar de volgende plaat. Alright, dit is een gloednieuw nummer? Ja. En hoe heet die? Hoe noemt dat nummer? Sweet Words for the Sour. Sweet Words for the Sour. Great Shakes. Watch the words come out of fences and you hear nothing of worth. And if that's true, you might as well just make a stand and take what little pleasure that you can. Dat was dus Whitey. En het volgende nummer is een Franse versie van een nummer dat wij al lang draaien en gingen remixen, maar dat is nooit gelukt. Van Lady Hawk. Paris is Burning. Paris is Burning en het is dus Paris est Brûlant. Het schijnt dat het een nogal gortige versie is, of hetgeen dat ze zingt. Ja, het is nogal vuil, het schijnt. Alright. Dus Soko die de vertaling heeft gedaan. Ah ja. Yo. Je le désire, dis-moi c'est vrai, c'est l'amour où j'espère.
Gewoon een mix toch, hè, van Stefan? En een geraan, joh. Nee, hey, Paris is Burning. Professioneel. Je zei dat net, we wouden die remixen, maar het is nooit gelukt. Hoe komt dat dan? Ja, dat is een lang verhaal. Er zijn zoveel, veel van de dingen die we nu draaien. Ja. Hoe heet, like, Lady of the Pier, of Midnight Juggernauts, of The Lady Hawk. Het zijn allemaal mensen die we vriend mee zijn, of ons voetprogramma doen, of ja. En dingen dat we echt graag zouden remixen, maar we kunnen zo blijven remixen. Als moet je soms gewoon nee zeggen waarschijnlijk. Als, ja, en, het is, en we hebben geen probleem met nee te zeggen tegen ex die we geen voeling meer hebben. Maar als het vrienden zijn, is dat echt wel zo moeilijk. En zijn er ook nog... Lady Hawk, het is vooral moeilijk omdat we hebben dat lang gezegd van dat we het wouden remixen. En dat is er nooit van gekomen. Ja, en zijn er ook nog acts die je absoluut ooit eens zou willen remixen? Of die... Nee. Nee? Je hebt alles al geremixed wat je wil remixen. Het is niet dat we ooit dat gevoel hebben. We hebben nooit het gevoel van dat zouden we nu een keer willen remixen. Of een soort wishlist of zo? Nee, jong. Nee, dat is... Sorry. Dat geeft niet. Okay. Wat is dit? Dat is... alleen dat je dat niet kent. Dat is de mega-hit False Energy van Binary Chaffinch op het Dissident... London label. Inderdaad, die, straf dat ik het niet ken. Dus, ja, dat was een wereldhit. En Stef, wat krijgen we nu? Oh, er wordt met een 7-inch gegooid. Ah ja, nog iets dat. Ja, White Williams. New Violence. Wie is White Williams? Ah ja, nee, het is de I Want Candy. Sorry, het is I Want Candy, tuurlijk, het is de cover. Zeg eens? White Williams is. Ah, het is een cover? Ja, van. White Williams is ook een verdriet in ons verleden. Ja? Yeah? Is ook iemand die we wilden meenemen op tour en wilden remixen. En dat is ook niet gelukt. Het is een beetje een droevig verhaal, van zijn spel hier. Het is fucking deprimerend. Kom, we zullen een beetje muziek opleggen. Okay. Over die vrienden van jullie, als ik naar de DVD kijk. Zijn allemaal homo's. Over de DVD, het zijn allemaal homo's, dat is om te beginnen natuurlijk. Maar zijn die altijd zo eerlijk tegen jullie? DVD zijn ze wel heel rechtuit, hè? Ja, maar ik denk ook, er zitten veel stukken in dat ze eigenlijk gewoon alleen maar goede dingen zijn. Die hebben ze dan ook uitgehaald. Ja. Heb je iets geleerd over jezelf of over jullie zelf? Absoluut, ja. Ik kan niet zeggen wat, maar we hebben wel veel geleerd. Ik denk dat ook vooral Stefan en Steve. En als ik kijk hoe dat iedereen spreekt over dat wij allemaal zijn, of hoe dat we met elkaar omgaan. Sinds dat we gekeken hebben naar een DVD, is iedereen goed veranderd. Ja? Ja? Iedereen probeert niet te zijn hoe dat hij was in de DVD. Een beetje some kind of monster verhaal of zo. Maar, ik denk dat moest iemand u volgen de ganze tijd. Je zou dat ook niet graag ik zou dat ook, je zou ook proberen cool anders vinden, te zijn. Dat je de... Maar ja, dat is het. Heb jij zelf eigenlijk favoriete concert- of band-DVD's? Ja, er is ene die dat eigenlijk een beetje een referentie was voor Dave en ik. Dat was eigenlijk Stop Making Sense van Talking Heads. Dat is mijn persoonlijke favoriet ook. Omdat eigenlijk, als je dat ziet, dus echt een DVD waarin je, of een film, waarin je daarna zin hebt om naar een optreden te gaan van Talking Heads. Absoluut. En ik denk dat dat hetgene was dat we wilden benaderen eigenlijk. Alright, terug naar de muziek. Dit zijn The Kills in de nieuwe single met een remix van Sebastian. En Sebastian is een goede vriend van Dave. En, op Ed Banger. Op Ed Banger. En ja, meer kunnen we niet over zijn. Voilà. You're
Dat was dus Sebastian remix van The Kills. Nu krijgen we Jason Edwards met Codeine. Wie is Jason Edwards? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel, dat moet ik je wel weten? Ja. Ik ook niet. Het is Steffen die het oplegt. Het is zelfs een allereerste keer in mijn leven dat ik het hoor. Steffen, wie is Jason Edwards? Een gast. Een kerel. Ja, en hij speelt gitaar, dat is eigenlijk. En hij heeft ook een dwarsfluit mee of zoiets. Ja. We gaan luisteren. Ja. Het is al schoon. Serieus, zo wat 70s vibe? Een beetje zo soundtrack Dr. John vibe. Een beetje New Orleans. Pre-Katrina. Wat er nu komt, ik weet het, want ik heb de hoes voor mij. Het is een groep die heet No Age. En ze hebben een plaat die heet Now. Ze is op Sub Pop uit. En Stef gaat nu een nummerke draaien van die plaat. Ik heb niet zoveel te zeggen over No Age. Misschien de titel gewoon. Sleeper Hold. Ik weet alleen dat het is iets dat we platen we naar geluisterd hebben op tour. En het is ons aangeraden door Nancy van LCD Sound System. We'll be right back.
typische sub-pop release. Ja. Eind jaren 80, begin jaren 90, Wall of Sound. Ja, ja. Zoiets. Ik was eigenlijk... Als ze in New York waren, couple weeks, ik kan echt geen Nederlands verspreken. Een paar weken geleden was het eigenlijk Nancy die mij eigenlijk zei dat de band moest uitchecken. En ik denk, als ik mij niet goed vergis, dat ze misschien op dingen stonden ook, op Pukkelpop. Het zou kunnen, maar... Misschien vergis ik me. Ze zei tegen mij, ze spelen in Europa, je moet dit echt gaan uitchecken. No Age. No Age. En heel de plaat is zoals het is. Ik hoor ook dat mijn broer ondertussen al aan het mixen is. En dat is iets dat we toegestuurd gekregen hebben. Noemt The Flares. The Flares. The Flares met Trucker's Delight. Dat heb je gewoon in je postbus gekregen. Ja, Dave zegt dat het goed is. Dan zullen we eens luisteren. Anders dan de gewone Truckers muziek, Truckers Delight, ja. Van Flares. Je hebt dat gewoon gekregen? Nou, dat is wel een tijd geleden hoor. Dat is misschien al een maand of zes geleden, maar onlangs gewoon opnieuw ontdekt in mijn iTunes. Ik weet ook in de tijd dat hij er een clip voor maakte, was ook vrij goed. En daarna was het ook zo'n clip door die twee gasten die DNCI-clip, de animatie, Justice hadden gemaakt, Jonas en François. En die hadden ook zo'n clip van gemaakt. Dat was ook goed. Tof, Flares. En dan check je eigenlijk alles wat je krijgt? Of ik kan me voorstellen dat je daar toch geen tijd voor hebt om alles te beluisteren? Nee. Ja. Nee, maar meestal als we iets krijgen, dan is dat wil zeggen... Ja, als het via iemand komt... Waarvan je weet, die heeft wel een goede smaak. Maar ja, nee, als het van iemand komt die een vriend is en die heeft iets gegeven. Zo, zo is het gemakkelijker, want het is echt stom dat... Ik dat moet toegeven, want het is zo. Het is gewoon zo. Het volgende is een groep uit Gent, die heet Hong Kong Dong. Uh-huh. Ze zijn vrienden van ons. Ze hebben op de rockrally gestaan ook. Daar was ik mij niet van bewust. Afgelopen jaar. Ze hebben ook gestaan op die Radio Soul Waxmas die we gedaan hebben in december vorig jaar. Ze zijn van Gent. Ze zijn broer, zus en lief. Ja. En drummer. Er is een beetje, er was toen bij de rockrally een beetje controverse rond. Sommige mensen vonden het overroepen, zeiden van wat. Ah, ja. Het is een beetje proberen, maar eigenlijk niet kunnen. Ah, ja. Maar daar zijn jullie het niet mee eens. Ah, nee, voor ons kunnen ze het. En zeker het volgende nummer. Hoe heet het? Waar gaat het wel over? Voilà. Niet zeggen. Hong Kong dan. We'll be right back.
YouTube Bono. Ongelooflijk. Fantastisch. Zeg, ja, je zei het daarnet zelf ook nog tegen mij. Zij moeten constant een beetje vechten tegen het feit dat ze zoon en dochter zijn van... Ja, maar, je hebt het al juist. Ken je dat gevoel? Absoluut. En eigenlijk de beste compliment dat ze kunnen krijgen is dat als ze deze demo van dit nummer... Ik heb dan een paar mensen laten horen in Engeland bij een paar plaatfirma's die toevallig vroegen aan ons, heb je niets nieuw? Uh-huh. En die waren allemaal super, super van, what the fuck is dat? En die mensen weten niet wat Kamal Hurka is. En die weten niet wat de rockrally is. En al die andere bullshit allemaal. En eigenlijk heb ik enorm veel respect voor Sarah en Boris. Want Sarah, een moeder is net gestorven ook. Dus heel erg wat er gebeurt voor die kinderen. Maar eigenlijk zijn ze super... Ey, als al wat er gebeurd was op de rockrally, kwam ze bij ons en zei ze van ja, en mensen begonnen ons uit te juichen. Ja, en, zo, en dan zei ze, ineens had ik ongelooflijk veel anger in mij. Waar ik spelen van, what the fuck? En ik was iets van, ja... Ik doe gewoon mijn eigen weet ding. Weet wat, en ik support ze all the way. De Hong Kong Dong Yoko Ono. YouTube Ono, kom maar. YouTube Ono, wat komt er nog? Dave, wat is er nu? Nu krijgen we Esser. Nu krijgen we Esser. Een groep uit Londen. Een groep uit Londen. Een beetje nieuwachtig. Esser. Headlock. You got me in a headlock. Nothing in the world's gonna help me now. Shred me in the carpet like a piece of dirt. If the words fail, then you just floor me. I've got a problem. It's called living. When will I learn that you're no good for me? Oh, you got me in the right frame. You got me messing up all my plans. Oh, you got me in the right stage. You got me living like a desperate man. Lately, you press the button and I start dancing. I keep on coming back just for you to hate me. Oh, you got me in the right state. You got me messing up all my moves. Oh, you got me in the right state. You got me living like a desperate youth. Headlock van Esser. Radiohitje? Hit. Garandeerd hit. Je zingt het meteen mee eigenlijk. Hè? Het is een beetje gelijk als ze die Paris is Burning voor het eerst hoorden. Ook was het direct duidelijk dat het een hit was. Dit zijn drums. Wat krijgen we nu? Rock and roll. Wat krijgen we nu, Stef? Een edit van Midnight for the Psychedelic First. Kijk eens aan. De oude muziek. First. Hij komt hier af met oude muziek. Dat is een edit, hè? Dan helpt dat weer. Iemand heeft hem recht gezet. Iemand heeft de beats goed gezet, zodat jullie hem kunnen draaien. Okay. Daar komt het eigenlijk op neer, hè. Oké. Dus Psychedelic First. We moeten babbelen. Zeg, als jullie spelen, bijvoorbeeld met Night Versions, nu we het toch over oude muziek hebben, dan werk jij ook heel met analoge synthesizers. Wat een brug. Goeie brug, hè. Nu we het toch over oude muziek hebben, als jullie met Sonic spelen... Voilà, dan werk je met oude synths. Ja. Dat klinkt dan telkens anders, niet? Inderdaad, dat is de challenge elke dag om het gestemd te krijgen. Nee, serieus, is dat soms niet beangstigend zo? Als je zo'n groot podium moet opstappen? Hoe vertrouw je ze ondertussen al? Als je iets moet doen elke avond, elke variabel dat er is in de wereld, is... Ooit alleen gepasseerd. Ja, en dus goed, hè. Dus zeker met die analoge synths, maakt het altijd interessant. En plus, het is allemaal gemaakt met analoge synths. Dus. Ja, is het ooit al eens echt goed fout gelopen? Ja. En ik hoor hier, de raconteurs.
Dus ik doe zo mijn best om mijn nieuwe muziek af te komen. Mijn boek komt hier af met Psychedelic First en Raconteurs. Maar het is wel een geweldig nummer, hè? En een geweldige band en een geweldige gitarist. Oké, okay, ik geef toe, maar ik zal hier ook... Volgende keer kom ik af met mijn eerste discipline. Dat is goed. Je moet hier nog eens langskomen voor Rock Bottom. Wat krijgen we nu? We moeten babbelen. Ja? Ja. Nee, zeg, daarnet, het gaat soms goed fout, zei je, met die synthesizers. Het gaat soms goed fout. Nee, nee. Ja, ja, het gaat soms echt gewoon fout. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Maar bijvoorbeeld, ja, alles staat in de verkeerde toonaard. Of, weet, en het is ook, we spelen niet maar gewoon op gewoon een analoog synth. Dus een MS-20, dat is zo half modulair. Dus dan zijn er ongeveer 50 dingen die kunnen verkeerd staan. En dat kan dan... Klinkt dan niet alles plotseling gigantisch vals ook? Ja. 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 Ah, Toto. Toto. Nog een oude plaat. Wat is dat hier allemaal? Maar dan nog een edit waarschijnlijk. Ja, of wat is dit? Stefan. Ik zou beter ook maar iets gaan mixen, dat is nieuws. Volt. Oké, okay, dat is een plaat die ik gevonden heb een tijdje geleden. En met allemaal edits. Het schijnt is Scandinavisch. En ze doen gewoon, het is een versie van Toto's Africa. Een groep die ik echt niet af kan. Maar op een of andere manier vind ik die edit echt wijs. En hoe heet die Scandinavische groep? Ik weet het niet, het heeft geen naam. Het is gewoon een white label. Een white label. Terug in Brussel. Hij speelt graag een beetje met links-rechts blijkbaar. Of zij, degene die hierachter zit. We weten niet wie dat is. En eigenlijk is dat een van de mooie dingen op het moment. Is dat eigenlijk mensen zonder copyright moeten betalen. En dingen kunnen maken en gewoon zomaar uitbrengen. Het is een mooie evolutie voor mij. Ik vind het prachtig. In de muziek. Gewoon toekoer. Dat iedereen gewoon zijn dingen online kan gooien. Ja, en... het zit veel bullshit tussen, maar het zit ook heel veel goede dingen tussen. Soms lijkt dat is echt grappig, want de helft van de tijd zitten met een vocoder Australia. Ja, ja. Vroeger zou je daar niet aan geraken, hè, aan dat soort dingen? Nee, of zou het ook... Maar wat je nu krijgt, is dat je allemaal niche dingen krijgt. Dingen die alleen maar op 1000 exemplaren uitkomen. Uh-huh. Of zo. En ik vind dat wel... Hey, voor de freak en socially inadept guy die ik ben, is dat wel goed. Ik koop nog veel te veel vinyl eigenlijk. Ben je een echte collector? Ja. Jij moet nummer 4 van de 1000 hebben, ja. Nummer 10 van die 1000. Ja, toch wel. Triestig. Ja. Zo triestig is dat niet. Jawel. Elk diertje is een plezier, een hobby. Ja, het is een hobby, Steffen. Zo moet je het verklaren. Wat is dit? Dit is nieuwe Simeon Mobile Disco. Er is zoiets, Nike vraagt aan artiesten om zo'n 45 minuten lange track te maken. Mm-hmm. Als je die hebt al gedaan ook, het is zo gezegd omdat je aan het lopen bent. En zij hebben dat dan exclusief, denk ik, Nike, en ze verkopen dat via iTunes. Wij gingen dat normaal doen, Dave en ik, maar zoals alles hadden we geen tijd. En dit is dus een edit uit die Nike track van Simeon Mobile Disco. We'll be right back.
Music. Komt iets exclusief aan, denk ik. Ja. Het is een edit die wij gemaakt hebben. En eigenlijk, het is een tof verhaal, want ik denk dat Dave en ik ergens waren op Rocknes, dat is een festival in Schotland. Ja? En Otis Ferry, de zoon van Brian Ferry, is een grote fan van Soulwax. En hij was speciaal naar daar gevlogen en Otis was een grappige gast. En op een bepaald moment zegt hij tegen Dave en tegen mij, ja, wouldn't it be great if you guys make an edit? Beethoven. Die disco-versie die in Saturday Night Fever zit. Wij zo, eigenlijk, als iemand zoiets zegt, zeggen we altijd nee. Uh-huh. No way. En ik denk dat we terug gaan zijn. En we hebben dat gemaakt op één avond. En sindsdien draaien we hem altijd. Het is een kleine tool. De Beethoven-edit door Soulwax. Als je zoiets gemaakt hebt zoals dit, iets exclusief, hou je dat dan echt voor jezelf? Of geef je dat meteen aan al je DJ-vrienden? Nee, het is eigenlijk ongelooflijk dat we het nu spelen. Maar het is goed dat we ertussen spreken, want dat gaat niet gedraaid. Maar ik denk dat eigenlijk Justice Arrow en wij het alleen hebben. Dus je geeft het dan wel aan hen, de goede vrienden, zeg maar. Ja, maar het is eigenlijk, bijvoorbeeld met de MGMT-remix ook en zo, ik zie dat er zijn zoveel blogs en zoveel mensen die bezig zijn met die dingen, dat eigenlijk iets heel rap de wereld in is. En dan geprobeerd die dingen te houden dan een klein beetje. Maar met dit denk ik dat we dat wel gaan uitbrengen binnenkort. Ja. Het is gewoon te erg. Die MGMT-kids, daar is echt al zoveel om te doen geweest ondertussen. Ja, absoluut. En, ga je hem straks laten horen? Ja, we kunnen nu straks laten horen, want we hebben hem eigenlijk gisteren nacht afgewerkt. Alright. Is klaar. Dat is done. Heel cool, want jullie hadden hem al gedraaid op weg. Maar dat was een demo-versie die we gedraaid hadden. En eigenlijk, ik denk de televisie juist aan. Ja, de televisie schiet aan. VRT is ongelooflijk. Multimediaal. Multimediaal, absoluut. Zeg, een volgende track na Beethoven. Dit is de nieuwe Zombie Nation eigenlijk. Tweede keer eigenlijk al in het programma. Ja? En ik denk ook wel iemand dat we echt, echt graag hebben, Florian. En die ook al veel mee geweest is met Radio Soulwax. Die eigenlijk niet in de film, een klein beetje in de film zit. Heel klein beetje, maar die een ongelooflijke talent is, denk ik. En dit nummer noemt Forza. En die komt uit zijn nieuwe plaat. En we hebben al een paar nummers gehoord. En ik denk dat het echt een van de beste elektronische platen is van het volgende jaar. Alright, laten we dan vooral eventjes luisteren. Een van de beste dansplaten van 2008, Zombie Nation? Ja, denk maar ik weet eigenlijk niet of we dat mochten draaien. Je hebt het nu gedaan, dus het is te laat. Ik denk dat het gewoon een demo was. No problemo. Je krijgt dus XX Teens op mute.
gemanaged door Ben van de Fat Truckers. Oh, het is helemaal uitgevallen. Dat is wijs. Wie is Ben van de Fat Truckers? Ben van de Fat Truckers was dus, had een band die noemde de Fat Truckers. Dave had gewoon de schuif dichtgetrokken. Oh, hij kalft hier echt. De beste DJ's ter wereld. Ongelooflijk. Hier voor u, de Glimmers. De gasten XX-Teens. Ben is eigenlijk was de een van de keyboardspelers in Fat Truckers. Die waren echt grappig, die waren van Sheffield. En hij is dan manager geworden van die gast. Een toffe anekdote was dat hij eigenlijk een deal was gaan negotiëren met Daniel Miller, een Newt. En ik weet niet of je Ben is zo... Eigenlijk de Rapture hebben een nummer gemaakt over Ben Fat Trucker. Yeah? Op een laatste plaat staat er een nummer over Ben Fat Trucker. No idea. En eigenlijk... Op Grand Theft Auto. Op Grand Theft Auto staat een nummer van de Rapture dat noemt Ben Fat Trucker. Maar het is echt een goede vriend van ons. Maar... track for Ben? No sex for Ben. En hij is een grote gast in Sheffield. En hij gaat naar Mute en hij wil een deal maken met XX-Teens. En op een bepaald moment stopt hij de onderhandeling met Daniel Miller. En hij zegt, Daniel Miller, die dus de man die Nick Cave en Depeche Mode en al Rangetours de Neubaut, alles gedaan heeft. En hij zegt tegen Daniel Miller, Daniel, I hope you understand this band. They're more like an art collective. It's not only about the music. En dan ineens realiseert hem, ik zeg het tegen Daniel. Die gast die uit Stoers de Neubouw. Een van de grootste producers. Is dit hem dan, de Kids remix? Ja, maar Dave is er van alles mee aan het uithalen. Wel, hij is de leedjes aan het opsteken. Dat is hem. Laten we hem even gaan. Is dat het einde? Dit is bijna het officiële einde. Super.